ik zie het gewoon dwars door de camera zo. Kijk ik door jouw scherm in je kamer, door je telefoon. Doe even je shirt dicht trouwens, ziet er niet uit dit. Maar ik zie je denken van ja, kom op, een Leon Cupra, daar heb je toch laatst al in gereden. En Wouter al in lopen gummen en we weten al dat dat ding hartstikke gaaf is en zo. En dit is de Leon ST Cupra. Ja, Leon en Steen, daar hebben jullie ook al mee gereden. Je zijn nog in de fabriek geweest, allemaal hartstikke mooi. Klopt, daar heb je ook gelijk in, maar dit is wel, ja, eigenlijk gewoon een beetje te tof om te laten liggen. En we gaan even uitvinden deze video of het ook echt zo gaaf is. Maar het concept dat spreekt mij in ieder geval heel erg aan. Weet je, gewoon een stationcar, maar dan wel met 280 pk. En prestaties, ja, weet je, die je normaal gesproken alleen in een hot hatchback kan vinden. Ja, en Cupra, ja, Cupra is natuurlijk een mooi merk. Wat ondertussen al een tijdje meegaat bij Seat en ook wel populair is. En de grap is natuurlijk, doordat die station nieuw is, is ook de station Cupra nieuw voor Seat. Dus ze weten zelf ook nog niet precies van, ja, wat gaan we daar nou van verkopen. Dat is nog een beetje lastig, maar ze geven wel aan van ja, dit is ook wel een auto die potentieel weer mensen kan trekken die anders misschien in een kale Audi A4 stappen of een wat minder dik aangeklede Mercedes C-klasse of BMW 3, om maar even wat dingetjes te noemen. En de ingrediënten van deze auto die zijn gewoon interessant. Je hebt dus eigenlijk een compacte station. Lekker veel ruimte, veel kofferruimte. Tegelijkertijd heb je prestaties van een hot hatchback. 6 seconden naar de 100, dankzij 280 pk en 350 Nm koppel. Je kan hiermee dus gewoon lekker door de week naar je werk. En weet je waar, nu rijden op de cruise control en rij je lekker 100 km per uur en dikke prima. Het is ook gewoon comfortabel hier binnen. We hebben ook geen herrie of wat dan ook. Een brullende uitlaat waar we last van hebben, want dat kan je allemaal uitzetten met knopjes en zo. Maar je hebt dus ook de ingrediënten om serieus de hooligan uit te hangen. En met serieus bedoel ik serieus. Want ja, die Seat Leon, de Cupra, die heeft een heel fijn mechanisch sperdifferentieel tussen de voorwielen zitten. Wat ervoor zorgt dat je die 280 pk ook nog daadwerkelijk een beetje kwijt kan. En dat betekent dus ook dat je, ja, heel veel grip hebt. En als je voorwiel aangedreven auto's gewend bent en je gaat voor het eerst met zo'n mechanisch sperdifferentieel rijden, dan is dat best wel even wennen. Maar je moet eigenlijk een beetje zorgen dat je op het gas gaat, juist als je binnenste voorwiel grip dreigt te verliezen. Want dan gaat hij meer power naar het buitenste wiel sturen en dan, ja, je voelt gewoon dan die auto gewoon lekker naar binnen trekken, echt een bocht uit. Het is een hele aparte sensatie, maar het is wel een heel leuke, verslavende sensatie, laat ik maar zo zeggen. Ik zal je trouwens even geruststellen. Nee, een Seat Leon ST Cupra hoeft niet zo'n schreeuwerige verschijning te zijn als dat dit is. Het oranje randje in de grill, de oranje buitenspiegels. Weet je, dat is allemaal optioneel. Dat is onderdeel van het orange pack. Nou, je verwacht het niet. En je kan ook zwarte of witte accenten kiezen of gewoon geen accenten kiezen. Kost een paar honderd euro en dan kleed je je auto net wat meer aan. Ik zou persoonlijk niet per se voor dat oranje gaan. Maar bijvoorbeeld met zwart is het wel weer ja, wel strak, maar toch net even iets luxer, zeg maar, dan de standaard uitvoering. Ja, goed, we hebben dan nu lekker gespeeld op de openbare weg. Ik ga Martijn eventjes uit de auto trappen, die gaat langs de baan staan. Dan ga ik eens even kijken op het circuit of dat een beetje leuk is. Nu komt het leuk van. Er is eigenlijk niet echt concurrentie voor deze auto. We zouden de Octavia RS kunnen noemen, maar die heeft 220 pk. En dat is toch 60 pk minder. 60 pk, dat is wel heel veel minder. Focus ST, ja, die kost ook dikke 37.500 euro ongeveer. En dan heb je 250 pk. En dan hebben we dus deze Seat Leon, 280 pk. En dit kost 36.450 euro. En dan wil ik daar nog een klein dingetje toevoegen, want dit is gewoon het blok wat in de Golf R ligt. Met de turbo die in de Golf R zit ook. Dus je zou er zelfs nog voor kunnen kiezen om hem even te laten chippen. En even gezocht op het grote boze internet. En dat blijkt eigenlijk dat je, nou ja, als je even zeg maar 1500, 2000 euro een stuk slaat, dat je gewoon al echt serieus richting de 400 pk gaat.
Ja, en dan wordt het wel echt super grappig als je gewoon met je grijze Seat Leon familiewagen bij het stoplicht komt te staan naast een, nou, noem ze wat, een Porsche 911 Carrera. Het kan een bijzonder interessant sprintje worden. Bijzonder interessant. Je moet dan wel een hekel hebben aan voorbanden. Dat heb ik wel eerlijk, hè. Maar ja, dat heb ik toevallig. Nou is mijn handbak niet zo moeilijk om een burn-out te trekken, maar we hebben een DSG. Ik ga het gewoon proberen, launch control. En dan kijken of ik dan een burn-out kan trekken. En dan weten we dat ook weer. Weet je, dat toch een CLE ons ook wel een beetje moeilijk een auto, toch? Dus dan moet dat voor één keer moet dat wel kunnen, toch? Ik ga het gewoon.